Hallo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we Roblox spelen. En we spelen Frontlines. En vandaag heb ik dus een sterretje, een sticker van een sterretje geplakt. Overal waar ik een geboorteplek heb. Ik had te weinig sterretjes. Dat was echt erg. En één arm hangt echt veel te vol. Dus ja, maar we gaan nu gewoon beginnen. Eén arm heeft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Echt veel te veel. Ik heb echt 100.000 geboorteplekken of zo. Mijn benen hangen vol. Ik heb er zelfs één op mijn tepel. Maar die ga ik dus niet laten zien, hè. Want dat zou nogal sus zijn. Oké, okay, ik zie iemand op mijn map, dus we gaan daar maar naartoe lopen, want dan kunnen we hem killen. Normaal gezien gaat het nu iets makkelijker zijn. Want we spelen nu tegen mensen die ook op mobile spelen. En normaal spelen we tegen mensen op PC. En ze zeiden dat mijn mobile iets beter ging zijn voor mij. Maar ja, ik ben dus nog steeds dood. Dat is echt heel dom, hè. We gaan kijken. Langs waar moeten we? Ah, hier. Ik ben aan het capturen. We hebben nu ABC-punten in plaats van heel. Dus ja, het is nu ABC. Oké, we hebben een capture. En we gaan gewoon kijken of dat die van het andere team komen. Daar is er iemand van het andere team. Twee van het andere team. Druk aan het schieten. En ik zie ze op mijn map. Holy cow. Hier is er normaal gezien één heel dichtbij. Heel close, heel close. We are close! Shubby, shubby, shabby, shabby. Dat klinkt als een schaap die twee is geworden. Oké. We gaan eventjes kijken of we iemand kunnen killen. Of vinden. Vinden misschien. Boom! Kablam! Oké, dat is nog een kill. Ik denk dat ik nu 3 of 4 kills heb of zo. Ik weet het echt niet. Oké, we gaan nog een keer dit ding gaan capturen. Want het andere team staat hier heel de tijd. En die capturen gelijk gewoon alles. En ze zitten al in de 200 van score. En wij in 34. We gaan gewoon door. We moeten gemotiveerd blijven. Boom! Derde kill na elkaar. In een row, zoals ze dat in het Engels zeggen. In een row. Jammer. Oké, rood gaat B beginnen capturen. I'll protect A en C. Guys, stay B. Oké, ze moeten dus... Ze gaan dus naar B. Oh nee. Het andere team zit B te capturen. Kom aan, wij moeten naar B. Holy fuck, kom hier. Wat is er in? Wat andere team? En hij volgt... Nee, holy. Ja, weet ik veel. Holy wat. We zijn dus al dood. Het andere team is dus nog steeds sterker. Ze hadden beter niet gezegd dat makkelijker ging zijn voor mij. Want we verliezen nog steeds. Maar ja. Oké. Er is hier een guy dood van het andere team. Holy. Ja, weet ik veel. Holy wat. Nee. Oh. We hadden een beetje assist bij die andere guy. Waardoor dat we nog een beetje XP hebben gekregen, denk ik. Ik weet het echt niet. Ik heb het niet goed bekeken. Het andere team is al die dingen aan het capturen. En wij niks. Want omdat mijn team te slap is om dat te kunnen doen. Dus ja, dat is best wel irritant. Come on! Kan mijn team echt niks? Kunnen ze mij niet een keer helpen? Ik moet alles alleen doen. Ik had het gezegd tegen die guy. I have to do everything alone. Weer een emoji. Voilà, nu goed. En ze zitten dan nog meer en meer te stoeven. Nee, dat ze aan het winnen zijn. Oké, we gaan gewoon door. Let's go, 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 go. Oké, we zijn bijna bij punt A. Go, punt A, punt A. Boom, we staan in punt A. We staan in punt A. Kom aan, ik capture punt A. Als het andere team komt... Die man, nee! Dat is echt amusant. Ik zie je, die guy zegt nu 1 versus 6. Zie je? Dat is echt amusant, hè? Of is hij alleen? Dat vraag ik me dus af. Is hij alleen? Ik hoef het niet te weten. Oké, we gaan naar die kant. Want daar heb ik iemand van het andere team gezien op mijn map. Die nu wegrent. Dus hij moet die wel los zijn. Boom! Got it! Nee! Er was niemand anders. Maar we hebben wel een kill gemaakt. Ik denk zelfs dat die PC-servers nog makkelijker zijn voor mij. Oké. Ik sta te capturen. Want we hebben die guy gekillt die hier eigenlijk eerst stond. Maar die gaat sowieso weer direct terugkomen. We moeten kijken, hè. Oké. Ik heb het toch al captured. En gaan we nu... Ik denk dat die guy terug op komst is. Ja. Yes. Gekilled. Dat was denk ik een andere guy, maar... Oh my god.
12. Hij zegt nu waarom? Omdat ik hem had gekild. Ey. Het was toch 1 versus 6, joh, dumbass. Nee. Ja, kom op. Oké, vergeet niet te liken en te abonneren als je niet in het echt zou willen een oorlog verliezen. Want in dit spel staan we dus op de frontlinie. En de oorlog. Ja, we hebben daarover geleerd. En nu weet ik dat dat betekent van frontlines, frontlinie. De laatste kill is gemaakt door... ja, weet ik veel. Ja, kijk, het is 3 versus 4. Ja, 4. Ik ga canyons, man. Ik ga canyons. Please, canyons. Please. Ja, canyons. Yeah. I love canyons. Echt waar, ik hou echt van canyons. En die map is gewoon mijn favoriet. Omdat ik dat echt al lang niet meer heb gedaan. En, ja. Ik ga eventjes een duikbril aan doen en ik weet niet waarom. Dat kan ik wel alleen nog maar door mijn mond spreken. Dus dat gaat wel een beetje irritant zijn. Oké, zo. Mijn stem klinkt waarschijnlijk ook een beetje... Oei, mijn stem is echt heel irritant, ik weet het. Maar ik kan er niet aan doen, oké? Ik heb dan ook een duikbril op mijn kop. Ik hoop dat jullie mij goed kunnen verstaan. Dat is wel een redelijk kak. Sukt eigenlijk. Oké, we hebben gecaptured. Wacht, ik doe die dingen. Voilà, nu staat hij bovenop mijn hoofd. Dat is iets beter. En mijn haar staat nu wel in de lucht. Maar ja, laten we dat maar hier. Oké, het rode team moet hier ergens zijn. Want hier is punt A. En ja, punt A is hier. He. Dat heb ik al gezegd. Want ik zei hier is punt A, dus punt A is hier. Oké, het andere team kan komen, dus we gooien een granatie. Voor de mensen die langs daar komen. Granatie. Ik weet niet of je dat een granatie moet noemen. Vandaag op school. Also, dat je zo moest zeggen tot wat dat... Ja, zo... Eigenlijk gewoon dingen die daar... ja, dingen die hetzelfde zijn als het woord die er staat. Eigenlijk een beetje tot dezelfde groep behoren. En dan de naam van die groep. En er stond bom. Dus ik heb... Normaal gezien was de bedoeling wapens. En dat je dan gewoon wapens schreef. Gelijk geweer en mes... Maar ik heb daarbij bom geschreven. Jutta, slimme slimme. Dynamiet, granaat. En dan de groep van de explosieven. En zo had ik iets anders dan de rest. Ja, en ik was bang dat dat niet ging juist zijn. Maar het was dus blijkbaar toch juist gerekend door de juf. Dank u. Dank u, juf. Okay. Oh, ik heb die duikbril op de grond gehooid. Nee. Dat sterk op mijn kop gaat eraf. Ja, want ik heb een muggenbeet in mijn haar. Een muggenbeet. Ik heb een... Dingsje, hoe zeg je dat? Geboorteplek in mijn haar. Een moedervlek. Ik heb echt 100.000 moedervlekken, ik weet het. Als jullie mij gaan zien, mijn hele lichaam hangt vol sterretjes. En vooral die ene arm. Oké. We gaan naar punt A. Eerst een keer kijken hoe lang dat we aan het filmen zijn. Oei, 7 minuten 43. We gaan al bijna de video moeten beëindigen. Maar we hebben nog tijd, we hebben nog tijd. Oké. We gaan een beetje langs hier spelen. Jutta, ik weet nu echt niks. Dat is raar. Oké, we nemen ons andere geweer. Wat staat tegen deze guys als AFK te zijn? Ik hou van dit geweer. Ook al ben ik er niet echt goed mee. Maar ja, laten we dat maar niet hier. Oké. Nee! Ik had toch mijn visie op hem. Ik dacht dat ik mijn visie op hem had. Nee. Ja, maar oké, we nemen die andere gun heel de tijd. Zo, switchen. Ik weet niet. Ik denk dat dat een shotgun is. Maar ja, dat heeft weer een of andere speciale naam. Ik denk dat dat een EBR is, of zo. Ik weet het echt niet. Ik ken niks van wapens. Wat ken ik? Een AK-47? Een stinker? Sorry, ik kreeg eventjes een voice crack. Gelijk die ene guy die een voice crack kreeg tijdens dat hij aan het zingen was op het Songfestival. Waarom staat ons team tegen elkaar te vechten? Dat is niet de bedoeling, hè? Oké, laat ik eens zoeken achter rode. Ah, die rode zijn op punt C. We moeten naar punt C. Zieke slag. Nee, die captured. Ja, en nu zijn ze punt A aan het capturen. Dit is echt heel kak. Oké, we zijn bijna aan het punt. Ah, holy. Ja, weet ik veel. Holy wat. Oh. Ik heb hem nog kunnen killen. Hey, yo, dan gaan we nu de video beëindigen. Vond je deze video? Ik doe dan een duimpje omhoog. Ah ja, trouwens. Oké, ik hang echt helemaal vol met sterretjes. Ik ga de sterretjes er nog afhalen in deze video. Wacht, hé. Zo. En het ergste is deze arm. Zie hoeveel. Ik heb hier gewoon echt mega veel. Oké, nu ga ik ze er allemaal afhalen als bewijs. Hier mijn oor. Heb ik er een kleintje op. Ik weet niet of jullie dat zien. Deze arm. Je ziet dat misschien niet goed. Maar hier. Hier. Ik heb er echt veel te veel. Hier heb ik een hele dikke. Nee, wacht. Dat was hier. Ja, hier. En dan heb ik hier nog zulke dikke. Ah, oh, dat doet zeer. Ik denk dat doet nog zeer, hè. En ik heb er letterlijk ook één op mijn kaaklijn, op mijn jawline. Dat is echt heel dom. Ah. Oké.
hier. Oei, eerst gescheurd. Ja, dat was niet de bedoeling eigenlijk. Ja, je ziet dat echt niet goed. Zo. Ik heb echt veel te veel, man. Je kunt mij herkennen in het openbaar. Als je iemand ziet met veel te veel, geboorteplekken. En met hier drie geboorteplekken op een rijtje aan de arm. Zo. Hier heb ik er dus drie op een rij en eentje er recht boven. Ik heb echt veel te veel. Hier op mijn benen. Kom aan. Ja. Aha. Altijd op hier. Auw. Oké, en hier heb ik er één. Oh ja, ik heb er ook nog één op mijn tepel, maar dat ga ik niet filmen wanneer ik die eraf haal. Ik heb daar serieus echt eentje opgeplakt. Boom. Oh ja, hier heb ik er ook nog één. Dat doet nog zeer hoor. Oei, ik heb hier eentje eraf geschuurd. Hier hebben we er nog één. Dit is echt erg eigenlijk. We moeten deze arm eerst doen, want dat zijn er veel te veel. Oh my god. You gaga, come here, look. Ja, wat in dat liedje zit er. Oh my god. Oh my god, ik ben er in een boos en er is een bizon. Oké, dit is geen bizon, nee. Dat is echt erg. Ik ga dan een keer tonen hoeveel sterretjes dat er nu al op mijn bureau liggen. Dat is echt niet normaal op mijn tafel. Oh, kijk, hier staat echt rood. Van dat af te trekken. Ah, hier. Ah. Die op mijn been deed ook wel zeer, hoor. Dan heb ik hier ergens. Hing er nog een. Ah ja, hier. Zo. Hier. En dan hier heb ik er nog een in mijn haar. Ik denk dat ze waren. Ja, en dan heb ik nog... Ah, hier hangt er nog eentje. Allee, ja. Oké, okay, dan heb ik nog die op mijn tepel die ik niet ga laten zien. Heb ik hier heen en weer? Nee. Oké, die ga ik niet laten zien. Ja, dat was er nog een andere buik. En nu die... Hier. En dan heb ik er eigenlijk ook nog een op mijn kont, maar daar heb ik geen sticker aan geplakt. En die ga ik er ook zeker niet van halen. Oh, er ligt hier nog eentje op de grond. En nu tonen hoeveel dat er op mijn bank ligt. Oeh, het is echt niet normaal veel, hè. Hier. Dat is het aantal. Ik wil gewoon tellen hoeveel dat is, man. Oké, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ik doe er een paar te lijken trouwens. Ja, te veel is het antwoord. Oké, en nu moet ik dat daar nog allemaal afhalen. Ja. Oké, dan zou ik zeggen, vond je deze video leuk? Dan een duimpje omhoog. En dan zou ik zeggen, adios.